Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Ayla van Olfen. Je bent de CCO en co-founder van Home Deco. Ja. Wat doen jullie? Wij zijn eigenlijk een marketplace model, waarbij wij dagelijks onze consumenten inspireren, blogs schrijven met tips en tricks, maar ook de kans geven om alles wat ze zien ook direct te shoppen bij ons. En een marktplaatsmodel zeg je, maar Wat vind ik op jullie marktplaats? Alles voor interieur. Dus dat kan variëren van meubilair tot vloerkleden tot de kleinste accessoires. Maar ook dingen voor in je keuken en in je badkamer. Dus alles wat te maken heeft met interieur, dat verkopen wij. Dat is enorm veel. Ja, we hebben ook heel veel producten op de website. Mega. Maar je zegt een marktplaatsmodel. Ja. Het is geen marktplaats, het is geen tweedehands. Nee. Het is allemaal nieuw. Ja. Wat versta je dan onder het marktplaatsmodel? Kun je dat eens definiëren? Ja, een marketplace is eigenlijk wat Marktplaats ook doet. Verkopers en consumenten samenbrengen op één marketingplatform. Dat is wat Home Deco eigenlijk is. Dus als jij wat meer wil weten over interieur, kom je bij ons blogs lezen en inspiratie opdoen. Maar je kan direct bij aangesloten verkopers ook de producten kopen. Dus ja, wij zijn de tussenpersoon. Ik vraag het omdat je aan de ene kant zeg je marktplaats. En dan denk ik vraag en aanbod op dat zit. Ja. Je bemoeit je er verder niet mee. Die een die heeft wat en de ander die koopt het. Maar vervolgens zeg je blogs. Je positioneert je ook heel erg als een adviesclub. Voor interieurverzorging. Precies. Dat is natuurlijk heel wat anders. Ja, we zijn het marketplace model. Dat is zeg maar hoe de verkoop werkt bij ons. Ja. Maar wij zijn wat anders dan Bob.com Plaza is bijvoorbeeld ook een marketplace model. Vonk is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Marktplaats is natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar dat zijn mensen die al op zoek zijn. Die al weten dat ze bijvoorbeeld een eettafel willen of een stoel willen. Wij zitten net dat stukje eerder in het proces. Dat mensen die weten dat ze iets aan hun huis willen doen. En inspiratie aan het opdoen zijn, aan het rondkijken zijn. Die mensen willen wij al bereiken. Nou, dat doe je niet door 10 leuke eettafels te laten zien. Dat doe je door inspiratie te bieden en blogs te schrijven. Ja, nou zie je ook heel veel van dit soort platformen op wat voor gebied dan ook. Die hebben allemaal het affiliate model. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon de feed van een andere winkel in jouw site hangt. En dan krijg je een commissie op. Ja, heel plat geslagen. Ja. Doen jullie dat ook zo? Nou, wij waren dat in het begin wel. Dus Home Deco is in 2015 gestart. Toen echt als inspiratieplatform. Dus echt ook met het inlezen van product feeds van anderen op een affiliate manier. Wat betekent dat als jij een mooi product zag bij ons op de website, dat je dan als je op het product klikte en het wilde kopen, dat je dan doorgestuurd werd naar een andere website. Ja. Dus dan was je eerst alles over het lezen over een mooie combinatie van een lamp en een tafel en een vloerkleed. Wil je ze alle drie kopen, dan ging je naar 3-4 verschillende websites om dat te bekijken. Nou, dat hebben we 1,5 jaar, 2 jaar geleden eigenlijk losgelaten. Want het is heel raar om een consument naar 3-4 winkels te sturen als je iets wil kopen. Want je hebt heel hard gewerkt om ze op jouw website te krijgen. Nou, heel raar om ze dan ook direct te zeggen van, hey, wil je echt iets kopen? Ga dan maar naar de buren. Dus dat hebben we losgelaten en we hebben het in het marketplace model verwerkt. Waarbij dus de klant niet meer naar een andere partij gaat, dus naar een andere verkoper. Maar bij ons de producten in het winkelmandje kan stoppen, bij ons kan afrekenen. En met onze klantenservice kan bellen voor vragen. En dan kun je heel mooi van 4 verschillende verkopers met 1 druk op de knopje interieur shoppen. Het is simpel bedacht. Maar welk probleem hebben jullie moeten oplossen om dit goed werkend te krijgen? Schaalbaarheid. We willen graag inspiratie bieden. Nou, dat doe je niet door maar 10 of 20 producten op je website te hebben. Dus het is heel belangrijk dat je ook een breed assortiment kan bieden. Nou, wij hebben zo'n 80.000 producten op onze website. Wij gaan niet voor 80.000 producten cureren welke informatie erop staat. Prijzen aanpassen dagelijks, dat is niet vol te houden. Dus voor ons zat echt de product feed optimalisatie. Dus de automatische koppelingen tussen onze partners. Daar zat echt wel veel werk in. En content creëren, unieke content. Dus dat zijn onze blogs. Hey, maar is die blogs, maar ook, tenminste, als je bij jullie op de site binnenkomt, zie je eigenlijk zie je kamers. Is dat jullie inhoud of is dat wat ik zelf, zeg maar, kan ik mijn eigen kamer aan jullie publiek laten zien? Ja. En hoe werkt dit stuk? Want ik vind dat eigenlijk hartstikke leuk, hè? Bij al die mensen even binnenkijken. Ja, dat zijn onze binnenkijkers ook. Ja. Het is eigenlijk ook een beetje een concept, want bijvoorbeeld bij Funda zitten heel veel bezoekers ook gewoon puur te kijken van wat staat er te koop, waar kan ik binnenkijken? Dat vinden mensen heel leuk, gluren bij de buren. En wat wij eigenlijk doen, wij doen die binnenkijkers. Dat komt niet van onze verkopers, dat zijn echt onze consumenten die zelf foto's uploaden van hun eigen interieur. Want zonde als je heel veel tijd en moeite investeert om je huis heel mooi te maken. En de enige die het zien, dat zijn je vrienden of de mensen die op de vloer komen. Ja. Op deze manier. Zijn er veel mensen die dat doen?
Ja, ja, wij hebben nu zo'n 30.000 foto's. Ik vraag het met enige verbazing, omdat ik het echt nooit zou doen. Maar nee, nee, nou, heel veel mensen. 30.000 foto's hebben wij ondertussen al van onze klanten ontvangen. Ja. En daar zijn echt niet alle foto's even goed te verbruiken voor commerciële doeleinden. Ja, zijn altijd even mooi? Of, nee, nee, exact niet. Maar dat is ook niet wat we zoeken. Wij vinden het heel leuk om bij mensen echte interieurs binnen te kijken. Ja, maar vervolgens krijg je dan nog weer een hele niet schaalbare stap. Want dan moet je die foto's gaan bekijken. Wat staat erop? Welke producten zijn dat dan? Waar kan je die kopen? Of vraag je aan mensen die foto's uploaden om dat allemaal te taggen, zeg maar, om metadata met die foto mee te sturen? Nee, dat niet. Soms weet ook lang niet iedereen waar ze iets hebben gekocht. Maar wat heb je dan aan die foto's op je platform? En die foto's, het zorgt voor creatieve content, dus het binnenkijken bij andere mensen. Dat vinden mensen al heel leuk, dat is stap 1. Maar vervolgens kunnen wij wel zien welke producten daarin zitten. En dat kan bijvoorbeeld een mooie tafel zijn die iemand heeft gekocht bij een van onze verkopers, waar wij nog geen mooie sfeerbeelden van hebben. Nou, dat zorgt ervoor met zo'n klant. Heeft een toegevoegde waarde voor de volgende. Maar dat betekent wel dat jullie dus al die foto's echt handmatig één voor één te bekijken. Ja, in het begin... Van hé, dat is zo'n bank. Heel veel dingen weet je toch Weet jij waar deze tafel, wie deze tafel is? Nee, dat weet ik niet. Okay. Ik heb het net geprobeerd op te zoeken over onze shoot en shop. Want dat hebben wij... Vroeger deden wij inderdaad elke binnenkijker die veel likes had, of waar we zagen dat er veel vragen over kwamen over het interieur, gingen wij zelf zoeken naar, hebben wij die producten in het assortiment of iets wat daarop lijkt. Dat was heel erg tijdrovend. Ja. Dat is de schaalbaarheid waar wij dus ook afgelopen jaar moesten werken. En daar hebben wij een software integratie voor gedaan. Wat dan? Hoe doe je dat dan? Ja, image recognition software noemen we dat. Ja. Die gaat eigenlijk op basis van de foto kijken naar aspecten die herkent. Dat kan vorm zijn, dat kan een materiaalsoort zijn, dat kan de hele situatie van de woonkamer eigenlijk zijn. De Shazam voor meubels. Ja. Ja, in dit geval wel, want er wordt inderdaad, je kan een foto maken, uploaden, je kan hem in het systeem zetten en dan gaat die software, wij noemen het shoot en shop, dus je schiet een foto en je kan direct shoppen, want die software die gaat daar helemaal op los. En wat voor software is dat? Hebben jullie die gekocht? Heb je een licentie? Nee, we hebben een combinatie. Dus het is een software die je wel inderdaad ook in de fashion soms wel gebruikt werd, dus die hebben we niet helemaal van begin af aan zelf ontwikkeld. Maar onze developers hebben wel samen gekeken naar hoe kun je die voor interieur toepasbaar maken. Hoe kun je die in ons systeem, kun je dat eigenlijk werkbaar maken. Ja, en dat is gelukt? Dat is gelukt, ja. Want wij hebben een zelfgemaakt platform. Wij hebben niet een kant-en-klare webshop. Ons platform is helemaal zelf gebouwd vanaf begin af aan. En dat maakt het ook makkelijker om dit soort implementaties en plugins te maken. Dus met de shoot en shop kunnen wij nu en alle binnenkijkers die iemand uploadt direct shoppable maken. Maar ook alle foto's van Pinterest die mensen zien. Of mensen als ze in een restaurant zitten en ze zien heel mooi bestek. Of een hele mooie lamp. Dat je daar dan via onze website al direct opties voor krijgt. Ja, nou, hoe gaat dat dus werken? Onder heel veel van die foto's zie ik staan shop in deze stijl. Ja. Dus dan ik stuur een foto van mijn huis. En dan ga je daar toch ergens handmatig natuurlijk producten bij zoeken. In dit Spotify geval gaat allemaal automatisch. Wil je meer van deze muziek? Hou je van deze muziek? Ja, ze kijken in genres. Dus heel veel mensen hebben niet maar één stijl interieur. Die hebben bijvoorbeeld gecombineerde stijlen. Een landelijke keuken wil niet zeggen dat je ook houdt van landelijke stoelen, tafels en lampen. Dat wordt een beetje te veel vaak. Dus het is ook heel lastig om één stijl op een interieur te plakken. Dus wij zeggen vandaar shop deze stijl, shop deze look. En dan gaan wij zoeken in die foto welke aspecten en meubels of producten daarin staan. Hey, jullie weten dus heel veel van de trends, hè? Jullie verzamelen heel veel data. Waar kijken mensen naar? Hoe verandert dat in de tijd? Wat kunnen jullie met die data? Nou, in principe kunnen wij gepersonaliseerd advies geven. Wij zien heel erg dat mensen bijvoorbeeld in het afgelopen half jaar is fluweel heel erg teruggekomen. Van fashion is dat naar het interieur gegaan. Fluwelen banken, maar ook stoelen, accessoires. Daarbij kunnen we daar ook weer persoonlijk advies op geven. Van, hey, je hebt iets gekocht in het fluweel. Misschien vind jij deze accessoires, die worden veel gecombineerd in de glam look. Misschien vind je dat heel interessant om wat meer van die stijl te weten. Of hoe moet je nou echt jouw fluwelen stof, hoe hou je die mooi? Toch wat verzorgingstips. En dat is hoe wij die personalisatie dan ook weer naar een volgend niveau willen. Hoe, als je een dienst hebt, wat dan ook, dan wil je heel graag terugkerende bezoekers en terugkerende kopers in dit geval. Maar bij kopen wordt dat al snel lastiger, hè? Want als je koopt niet elke maand een tafel of je koopt niet elke maand.
Hoe zit dat? Kun je daar iets over vertellen? Hoe snel is het, zeg maar, de doorloop van jullie klanten? En hoeveel energie moet je stoppen in steeds meer vinden van nieuwe mensen? Nou, eigenlijk is het interieur bijna nooit klaar. En waarschijnlijk als er weer iets nieuws komt of het is mooi weer, je gaat weer meer bezig met je tuin. Je gaat weer kijken naar mooie tuinset. Misschien zijn je loungekussens wat, ja, door de zon hebben die een andere kleur gekregen. Ja. Planten vervangen in je interieur. Als buiten weer donker wordt, ga je weer kijken naar licht toevoegen aan je interieur in de vorm van kaarsen, maar ook misschien wat lichte kussens. Je lampen vervangen. Ieder seizoen heeft weer een ander aandachtspuntje. Ja. En daardoor houdt het interieur eigenlijk nooit op. En dat maakt het heel leuk. En doordat wij niet op maar één type product focussen, maar op het hele interieur, maakt dat een klant dus ook meerdere keren per maand terug kan komen om inspiratie op te doen en misschien ook weer te kopen. Ja, en je vertelde eerder dat mensen zeer actief hun foto's delen. Ja. Kun je iets vertellen over waar jullie staan, commercieel gezien? Hoe gaat het met jullie? Ja, wel heel goed. Toen ik er 1,5 jaar geleden bij kwam, zaten we nog bij Venture Builders in het pand. Dat is een van onze investeerders. En daar huurden wij met z'n handjevol mensen, 2-3 mensen, huurden wij een bureautje. En vorige maand hebben we ons eigen kantoor hier in Amsterdam geopend. En zijn we een stuk groter geworden. Dus dat gaat heel erg goed. En wij zien iedere maand weer de omzet ook groeien, het aantal bezoekers groeien. En ja, daar hebben we wel een goed plan voor. Ja. Je vertelde eerder, je zei van onze developers zijn. Hoe ziet jullie bedrijf eruit? Belangrijk technisch team, begrijp ik? Ja, de oprichter Thijs Goos, die is eigenlijk meer de front-end developer. We hebben Dave, de feiter, die is dan weer de back-end developer. Die zijn echt heel druk bezig geweest van begin af aan. Die hebben ook samen het platform gebouwd. En techniek is een beetje de basis. Wij hebben namelijk niet inkoop, we hebben geen inkopers en de content. Dus het stuk wat wij echt maken, dat zijn de blogs en het verzamelen, het home deco sausje, zoals die op de website te zien is. Dat is echt het content team. En natuurlijk klantenservice en commerciële accountmanagers om al die verkopers te vinden. Je begon eigenlijk al te vertellen dat die inhoud die jullie zelf maken, dat die zo belangrijk is, ja. is voor jullie. Kun je daar iets over vertellen? Want wat maakt dat belangrijk? Scoren jullie daarmee hoger in Google? Het is een beetje lastig. Wij werken namelijk met product feeds. Dat betekent dat de informatie die bij ons op de website staat 1-op-1 gelijk is als die wij aangeleverd krijgen van onze verkopers. Dat betekent dat wij geen unieke content hebben als het gaat om productinformatie of prijzen. Daar hebben wij geen invloed op. Wij zijn namelijk niet de verkoper, dus wij mogen geen prijsaanpassingen maken. Dus wij zijn afhankelijk van de input van onze verkopers. Om daar iets moois mee te maken. Dat doet ons team. En onze klanten, die moeten ons bezoeken, willen wij hoger in Google komen. Ja. Maar het content team, die combinatie van verkopers, dus hoe richt je je woonkamer in, wat zijn de top 10 tips voor een kleine badkamer groter laten lijken, dat is unieke content die wij creëren, waarin wij dan die verkopers samenbrengen. En dat is vooral waardoor wij hoger ook op Google komen, of op social media gewoon heel sterk zijn. Hey, vertel eens over hoe dat werkt met zo'n partij als Venture Builders. Want dat is een van jullie investeerders. Je hebt er nog meer, volgens mij. Ja, we hebben meerdere investeerders. Ja, dat zijn eigenlijk ook van angels tot adviseurs binnen interieur die bij ons betrokken zijn. Ja. Ik vraag het ook omdat wij, volgens mij bijna 2 jaar geleden, hadden we Martine van Fashionista. Ja. Dat is een vergelijkbaar platform gericht op inspiratie voor mensen die van mode houden. Ja. Jij zegt ook helemaal welke, wij doen inspiratie voor mensen die van interieur houden. Ja. Dus volgens mij heel vergelijkbaar. Nou had dat de oprichter daarvan, Joost, die toen weg was bij Fashionista's, ook van Venture Builders, heeft er ook in geïnvesteerd. En Joost is nu weer jullie CEO. Dus ik denk. Nee, Thijs is nu onze CEO. Thijs, ja. Maar dat heeft wel weer, daar zit wel weer een link. Ja, Thijs is een van de oprichters samen met Joost. Van Fashionista. En nu dus ook van jullie bedrijf. Ja. Loopt dat dan allemaal door zo'n investeerder heen die zegt van goh, jij moet dat gaan doen en jij moet dat gaan doen en ik haal je daar weg? Nee, dat eigenlijk niet. Nee, Thijs die heeft Fashionista met een paar vrienden opgezet toendertijd. Ja. En dat is toen heel veel gaan groeien. Ja. En dat is zijn eigen leven gaan leiden. Daar zijn ook de Influencer Marketing Agency is daar ook weer een spin-off van geweest. Dus dat is echt, naarmate het groter wordt, is iedereen ook gaan zeggen van dit was ons idee. En Thijs die heeft toen gezegd, nou, dat gaat ver buiten mijn interessegebied in. Ik blijf wel betrokken,
Maar ik hoef daar niet dagelijks met de business bezig te zijn. En die is toen gaan als freelancer aan de slag gegaan. En die kwam eigenlijk weer terug met Paul Montagne van Venture Builders in gesprek. Van, het kriebelt toch wel. Ik wil eigenlijk wel weer meer gaan doen met het Fashionista-idee. Want er zat, maar dan in een andere sector eigenlijk, hè? Andere sector die ook wat meer voor hem had. Interieur was voor hem wat interessanter dan de hakjes en de rokjes. Want het was toch echt een vrouwenbedrijf toenertijd. En nog steeds. En toen zei hij, nou, interieur heeft toch meer een persoonlijke interesse ook. We gaan kijken of mijn ideeën voor Fashionista ook voor het interieur... Ja, en dan is zo'n Venture Builders is wel een hele belangrijke faciliterende partij. Ja, ja, heel erg. Dus wij konden daar in het kantoor zitten. Zij adviseerde ons. Zij hielpen ook andere start-ups met strategische keuzes. Dus zij konden ons daar ook weer in adviseren. Ja, dat werkt gewoon heel fijn als je met iemand kan sparren die ook buiten de business zit. Toch even met andere ogen naar het interieurplatform kijkt. Dan dat je en dan neem je daardoor ook al die lessen die je wel geleerd hebt natuurlijk bij Fashionista, neem je natuurlijk mee bij het opzetten van zeker, dit platform. Zeker, zeker. Ja. Je zei van de Fashionista was toch meer van de hakjes en de rokjes. Ja. Hoe zijn de verhoudingen man-vrouw op jullie website? Toch is 90% vrouw. Ja. Ja. Ja, ik denk dat als de meeste mensen thuis kijken, dat wie is het met het interieur het meest bezig, dat het de vrouwen toch stiekem wel zijn. De mannen willen graag in de meeste gevallen, nou is dat wel een beetje gegeneraliseerd, maar als ik een beetje in mijn omgeving kijk, een goede bank, een mooi tv-meubel, eetstoelen waar je de hele avond kan zitten en een lounge stoel waar je de krant kan lezen of een boek kan lezen of een game kan spelen. Wat een idee van mannen heb jij, zeg. Ja. Klopt voor mij wel, steken bij jou ook, toch? Als jij gewoon die stoel van je maar hebt waar je krantje kan lezen, ben jij blij? Nou, kom op. Nee, je hebt gelijk. Dat klopt. Ja, het is toch, de grote spullen zijn vaak wat belangrijker en dat is waar het begint. En als er dan de gesprekken komen over de kussens en de kaarsen en de vazen, dan denken de meesten van, nou, ik vind het wel goed. Ja. En ik kan in de meeste gevallen ook wel zeggen dat jullie waarschijnlijk geen idee hebben wat er in de afgelopen 2 maanden is veranderd. Maar er is ongetwijfeld iets bijgekomen in het interieur. Wat een kleine verandering is geweest van servies tot misschien een stoel. Onderzoeken jullie dit soort dingen ook? Hoe dat werkt? Hoe vaak iemand iets koopt? Ja? Nou, daar zitten wij nog niet heel erg in. Maar de markt is interieur, is er al best wel veel informatie over. Je ziet ook veel. Dat is natuurlijk een ander ding. Als je zo'n platform succesvol neerzet, ga je ook ongelooflijk veel data verzamelen. Is dat een bewuste strategie waar je alweer verder kijkt nu dan wat je er nu mee zou kunnen doen? Of, ja, we gingen... Of kijken jullie eerst maar eens eventjes dit goed doen? En nee, die data die willen we sowieso wel verzamelen. We hebben echt niet de tijd om alles te interpreteren nu. We zijn nog steeds groeiende en iedere dag ook weer aan het leren en aan het testen. Maar dat is wel een bewuste reden geweest waarom wij van een affiliate partij naar een marketplace model gingen. Want het is heel raar als je geen informatie hebt. Je haalt iemand binnen op de 10 leukste eetkamerbanken en je weet niet wat vervolgens iemand koopt. Koopt iemand echt die eetkamerbank of kopen ze een lamp die ze op de foto hebben gezien? Dat is informatie die wij niet hadden en die hebben wij nu allemaal wel. Dus wij kunnen zien hoe zo'n consument van inspiratie opdoen tot aankoop, hoe die zich binnen onze omgeving beweegt. Ja, wat is jullie belangrijkste concurrent als je hiernaar kijkt? Kijk, ik zou zelf denken... Nogmaals, ik ben een man, dus ik ben alleen maar geïnteresseerd in banken en grote tv's. maar ik zoek ook nog wel eens voor op kantoor een mooie bureaulampen en dat soort dingen. Dan ben ik misschien op kantoor nog wel iets meer bezig met hoe het eruit ziet dan thuis. Ja. Ik gebruik dan eigenlijk, ik weet eigenlijk niet hoe ik moet zoeken. Dus wat doe ik maar? Ik doe lamp, kantoorlamp in Google en dan ga ik plaatjes kijken. Ja. En dan kijk waar ze vandaan komen. Ja. Dus Google is natuurlijk een concurrent, maar zijn er andere partijen die... Het is afhankelijk in welke fase je zit. Wij bevinden ons op een unieke positie. Wij beginnen al bij inspiratie, dus mensen die het nog niet weten, die weten ik wil iets voor mijn kantoor doen. Maar of het een bureaulamp is, een plafondlamp of een bureau, dan begin je toch met plaatjes kijken. Dat gaat via Google, Pinterest, Instagram, tegenwoordig ook heel veel. Facebook misschien ook nog, maar ook VT Wonen. Als je op tv aanklikt, een magazine opent, zie je VT Wonen vaak ook wel voorbij komen. Dat zijn de partners en de partijen waar je naar gaat kijken om te oriënteren. Maar dan komt de vraagstuk, ik heb een mooi plaatje gezien, waar kan ik het kopen? En op Pinterest kom je bij een of andere Zweedse blog misschien wel uit. Of je kan het niet eens altijd vinden. Nou, ja, jullie zitten gewoon, ik zit tegelijkertijd, ik mag het wel laten zien hoor Martien, dus ik zit tegelijkertijd wat te browsen. Jullie zetten gewoon een foto van je eigen kantoor op de website als belangrijkste inspiratie. Ja, op dit moment is het mooiste kantoor van Amsterdam. Ja, zeker. We hebben daar ook echt ons best mee gedaan. Ja.
En daar zie je een van de grote trends ook voorbij komen, de fluwelen stoeltjes. Ja. Dat is een van die producten die bijvoorbeeld nu in de herfst heel goed doet. En fluweel die in de zomer misschien wat minder gaat verkopen. Maar dat, het is wel heel leuk. Ja, je zei, toen ik daarover vroeg, zei jij van, ja, we kunnen mensen op maat gaan adviseren. Maar als jullie data, jullie hoeveelheid data groot genoeg wordt, kunnen jullie ook de trend zien aankomen, zeg maar. Dus dat is iets anders dan dat je mij adviseert, maar misschien kun je daar wel meer mee. Ja, het is ook weer afhankelijk wat voor type consument je op de website hebt. Want de consument op onze website, dat is waar we de data vandaan halen. En ja. Waar mensen het meest op klikken die het interessant vinden, dat is toch al iets wat bekender is. Mensen vonden het vroeger heel spannend om gouden bestek te hebben. En tegenwoordig zie je dat nu heel veel. Iemand moet daarmee beginnen. Ja, je ziet heel veel. Champagne kleuren of goud bestek of mat zwart bestek. Dat is in het begin nog een beetje spannend als jij de enige bent die het doet. Maar als je het wat vaker voorbij ziet komen, dan gaan mensen er meer op googelen. Dus wij zitten, als wij dan data genereren en wij zien dat mensen heel veel inspiratie opdoen op bijvoorbeeld zwart bestek of goud bestek, dan weten wij van ze vinden het nog wel interessant om te lezen, maar misschien nog niet zo erg om te kopen. Maar meestal zie je dan een paar maanden later wel dat soort producten gekocht worden. Ja. Heb je nog meer moois gevonden, Stekel? Nee, ik krijg die pop-up niet weg. Oh ja, hij is al weg. Nee, ik zat nou even te zoeken op mensen die zelf dingen uploaden. Want je hebt veel geüploade dingen van jullie partners. Ja. Maar dit is dan bijvoorbeeld de badkamer thuis bij Lisette. Nou, dat klinkt niet als een... En die is denk ik heel trots op de badkamer. Want ja, die laat dat zien met mooie planten. En echt wel wat voor jou, Erwin. Zie je dat? Met van die vaasjes op de rand van het bad. En een mooie plant. Een mooi bad, ja hoor. Ja. En koop eens wat? Jij koopt altijd iets in deze uitzending. Ja. Koop eens een bad. Die verkopen wij ook. Ja. Mooie vrijstaande baden. Ik zal even wat zoeken. Ik heb wel een bureaulamp nodig. Ja. Hey, als je de hoeveelheden dat mensen hier zelf op plaatsen bijvoorbeeld, is indrukwekkend. Welke markt zie jij hier voor je? En jullie richten je nu op een Nederlands publiek. Is dit ook zijn jullie ook van plan dit internationaal uit te rollen? Ja, we hebben al de netwerken in Duitsland ook liggen. En er staat ook een homedeco.de. Maar dat zat echt op een laag pitje. Wij hebben daar nog geen Duits sprekende content of dames voor. Of mensen die ons daarbij helpen om dat online te krijgen. Dus wij hebben de websites wel. Maar in principe is het zo dat we eerst Nederland willen optimaliseren. Dus met die feed integraties. Met de shoot en shop. Kijken of de user usability echt goed is. En dan is het heel makkelijk schaalbaar te maken. En dan is het alleen een kwestie van eigen content. Om dat te gaan doen. Want de meeste van onze verkopers die leveren ook al in Duitsland. En dan is het alleen een kwestie van daar de Duitse feed in lezen in plaats van de Nederlandse. En dan is dat ook mogelijk. Ja. Hey, wat heb jij geleerd van de marketplace, zeg maar? De problemen en de oplossing. Wat heb jij van dit proces geleerd? Nou, je ziet heel erg dat mensen, ze willen al inspiratie opdoen. Dus daar spelen wij dan op in. Daar heeft het marketplace model verder nog niet heel veel mee te maken. Nee. Maar wat het wel helpt, is dat veel mensen weten ook niet zo goed wat ze willen. Ze vinden het fijn om van een plaatje, ik wil die lamp in combinatie met die stoel, dat weten ze dat ze mooi vinden. Maar als ze die losse producten zien, zien ze het niet vaak voor zich in hun huis. En het voordeel van het marketplace model is dat wij met die 80.000 producten zo'n hele look kunnen verkopen. En een winkelier of een eigen webshop, dat is niet te doen om daar 80.000 producten in te zetten. Dat is veel belangrijker dat zij zich focussen op hun eigen collectie, hun eigen merk en hun eigen producten doen waar zij goed in zijn. Mm-hmm. En wij kunnen dan dat volgende stapje naar de consumenten nog extra onder de aandacht brengen. Ja, toch. Ik wil nog even iets meer weten. Het komt toch, ik zit gewoon te browsen. Sorry, ik ben helemaal niet meer aan het. Want ik vind het wel een hele fascinerende site. Maar ik kom nu bij, even kijken hoor, bij Jelina Detmar in de slaapkamer. En die slaapt op een zootje pallets. Martinus laat het nu zien. Die heeft open haardhout in een nachtkastje liggen en een soort hele grote foto van een tropisch palm, het steppenlandschap. Maar dan kun je wel zeggen, dit is gewoon niet te koop. Dit zijn gewoon pallets die je overal kunt halen. Hoe gebruik je zo'n foto, die ik net liet zien, zeg maar, om
mensen in een richting te krijgen? Want dat kan je toch bijna alleen maar handmatig doen? Nou ja, als het goed is zit er ook op het bed dekbed overtrekken en kussens of een pleat. Het behang verkopen wij. En dit is ook een leuke manier om te laten zien dat wij niet alles op die foto hoeven te verkopen, maar juist het stukje inspiratie kunnen bieden. Ja, precies. En dan leidt dat er wel weer toe dat ik ga zoeken van denk van, hey. Ja, en wij schrijven ook do-it-yourselfs. Dus wij kunnen ook in samenwerking met partners kunnen we ook kijken van, stel zelf een palletbed maken. Waar moet je nou op letten? Ja, dat is echt niet twee pallets onder elkaar en tegen elkaar aanschuiven en dat het dan klaar is. Zo zou je ook een do-it-yourself kunnen doen. Ja, en als je dan zou zien dat er steeds meer foto's van palletbedden worden ingestuurd, dan ga je daar gewoon redactioneel aandacht aan besteden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, zeker. Ja. Hoeveel bloggers hebben jullie in dienst? We hebben één vaste fulltime content manager. Ja. En die heeft een team van ongeveer 5 bloggers onder zich. Met zich samenwerkt. Dat is wel echt heel erg belangrijk voor je platform. Voor ons heel belangrijk, ja. Want wij hebben dagelijks blogs die online gaan. En dat lukt echt niet door één iemand om dat constant te fotograferen of de foto's te cureren, producten te zoeken en dat uit te werken. Dus, ja. Ik ben nu overgezien de huiskamer inmiddels van jullie naar Detmar. Kun jij wel wat kopen of niet? Ja, nou, die stoelen. Ik zie stoelen en een gehaakt grijs pleat. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is wat mensen doen. En die bank, kijk. Ja. De Rodeo Bank, een 3-zits cognacbank. Ja, ik vind het direct shoppenbon. Toch leuk om in andere huizen te kijken. Dat is inderdaad hoe mensen hebben. Dit is gewoon het funda-effect. Dit is het funda-effect. Dit is wat mensen gaan doen. Ze komen binnen. Wie kwam er op dat idee dat je mensen zelf hun interieur ging laten uploaden? En dat was vooral toen ik binnenkwam bij Home Deco. Okay. Dus dat heeft Thijs heeft dat eigenlijk toen ook al gedaan. Ook bij Fashionista werd dat gedaan. Dat vind ik wel echt. Ja, het is gewoon mensen ook een platform geven die niet altijd een platform krijgen. De meeste werken met professionele interieurbloggers. Of met stylisten. Of, en daar wordt het ook heel onpersoonlijk van, toch? Ja, en het zijn vaak ook wel de meest gelikte foto's. Want daar is de belichting mooi. Het is perfect gesteld. Maar je krijgt wel... in ons geval willen wij dat niet alleen maar hebben. Wij vinden het ook leuk dat je echt bij mensen binnenkijkt. En dan hoeft het niet perfect belicht te zijn om indruk te maken. Ja, en een ander aspect vind ik toch altijd ook wel... We leven ook in de tijd dat duurzaamheid belangrijk is. Ja. Dat vooral jonge mensen zich steeds meer gaan afvragen van waar zijn wij eigenlijk mee bezig. Ja. Jullie kiezen er toch voor om een belangrijk deel van je leven nu te besteden aan het verder aanwakkeren van consumentisme. Van nog meer lampen, alles moet duur en bij elkaar afgestemde interieuren. Is het niet een bijzaak in het leven, zo langzamerhand? Ja, maar als andere mensen daar energie uit halen, wie zijn wij dan om dat te zeggen dat niet op deze manier mag? Dat mag voor mij wel, maar vind je het zelf belangrijk genoeg om daar... Natuurlijk zal de markt zal er uiteindelijk... Er is al vraag naar. En belangrijk hebben, vinden ook, is dat wij inspiratie kunnen bieden. En dat is op het gebied van duurzaamheid, is dat ook zeker iets wat wij nog kunnen optimaliseren of waar we mee bezig kunnen. Wij werken nu nog niet met verkopers met alleen maar duurzame producten. Maar dat is iets waar wij met blogs... content ook weer heel veel indruk kunnen maken. Dus dat is zeker iets waar als de markt er ook naar vraagt en als wij daar ook in zien, daar kunnen wij ook. Ja, maar het is wel wat de markt vraagt. Je ziet daar niet een soort. Zeker, ze hebben wel een positie. We beschouwen dat als een. Je zou het ook kunnen beschouwen als een. Als verantwoordelijkheid. Weet je wel, een hip woord. Tegenwoordig ook belangrijk. Ja, zeker. Ja, maar het is niet het enige doel dat wij hebben. Ons doel is om te inspireren, om het inspiratieplatform te worden voor interieur. Natuurlijk is duurzaamheid daar een onderdeel van. Dus dat zal ook zeker iets zijn wat bij ons op het platform terugkomt. Maar dat is niet onze main focus. Onze main focus is het inspiratieplatform worden. Duidelijk. Ja. Super, dankjewel. Ik vind het leuk om rond te kijken. Ik zal dus wat foto's uploaden. Ik ben benieuwd of je daar überhaupt iets mee kunt. Met een huis vol oude troep. In principe, wij zoeken Shop de Stijl. Dus wij zullen misschien niet altijd... we hebben ook heel veel marktplaatsfondsen en tweedehands en kringloopfondsen die ergens in de foto staan. Of mensen die zelf dingen hebben gemaakt. Ja. En dan stellen mensen vragen, waar kan ik het kopen? Want ik krijg geen alternatief. Ik kan het niet vinden bij jullie op de website. En dan blijkt het vaak zelf gemaakt te zijn. Ja, dat is wel weer heel grappig eigenlijk. Het is juist wel weer heel leuk, want de eigenaar van de foto... Maar het geeft ook weer inspiratie. Het geeft weer inspiratie. De eigenaar van de foto krijgt daar vragen over en die beantwoordt vaak ook zelf. Oké, die sturen jullie wel door naar de uploader. Ja, dus die krijgen gewoon een melding van, er is een vraag gesteld op jouw foto. Wil je daarop reageren? Ja, dus je moet daar wel even op voorbereiden. Ja. Dat vind ik niet, hè? Ja. Maar laat wel even weten dan, als je erop staat. Ik vind het wel leuk. Ja, ik weet niet of mijn... Moet je familie weer gaan overtuigen. Vanuit privacy overwegingen dit zou willen.
Maar goed, die mensen bij jou die vinden het denk ik vooral leuk om, om aandacht te krijgen voor waar ze waarschijnlijk heel veel tijd en energie in hebben. Ja, ja zeker. En dat is ook wat wij ermee willen bereiken. En dat is, het is ook weer unieke content van onze verkopers. Want als hun product daarin staat, dan is dat ook weer extra informatie. Ja, super. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het bier, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream. En we zenden hem ook weer vanuit, zeker. Freedom Lab, hè? Freedom Lab voor de gastvrijheid iedere dinsdagavond. Ik zie nog foto's te browsen. Foto's te browsen, ja. Nou zie je dat je me meteen helemaal verslaafd. Ja. Volgende week zijn we nog gewoon. Oh, zijn we klaar al? Ja, voor wat mij betreft wel. Oké, okay. Nou, tot volgende week. Dag. Ja.